Dames en heren, welkom. 50 jaar Dorp en Natuur. 50 jaar bescherming en beheer van dorpskarakter en van natuurschoon. Niet toevallig dat Dorp en Natuur bij de start van haar 50-jarig jubileum heeft gekozen voor een terugblik op onze voorouders. Deze tentoonstelling, Het Geheim van de Bentinklaan, geeft een mooi beeld van het alledaagse leven van wonen, werken en begraven. Het leven van de vroegere middeleeuwers toont veel verbinding met dat van nu. Wapens en uitrusting waren belangrijk in de Merovingische periode. Werden conflicten door onze voorvaderen eerst met wapens beslecht? In onze tijd zullen we eerder kiezen voor overleg. En mocht dat niet helpen, dan zijn goede argumenten bij een rechtszitting hele goede wapens. Of je het nu bijzonder vindt of niet, zo hield een kleine vereniging als Dorp en Natuur, door een positieve uitspraak te ontlokken bij de Raad van State, de aanleg van een nog aan te leggen bedrijventrein bij Amerongen tegen. Wat verbindt ons nog meer met onze middeleeuwers? We zijn vooral met bebouwing bezig. Ons huis, het dorp, de omgeving en altijd de vraag, past die bouw wel in onze leefomgeving? Toen, bij de vroegere middeleeuwers, was het huis en de inrichting eromheen ook belangrijk. En ja, dan liefde voor het alledaagse, vooral het mooie. Kleding en sieraden zijn van alle tijden. Daar getuigt deze mooie dame van. Mooi van zichzelf en nog mooier door wat ze draagt. Dat een groot infraproject waarbij veel op de schop ging en waar je doorgaans afkeurend je hoofd over zou schudden, leidt soms ook tot verrassingen. Bij de aanleg van de A2 kwam dit middeleeuwse Merovingische dorp tevoorschijn. Ja, hier een laatste voorbeeld. De verbinding tussen toen en nu vonden we dicht bij huis, hier in Leersum. In de 30er en later 60er jaren ging de hele Bentinklaan op de schop. Voor de bewoners en verder omwonenden heel vervelend, maar ook een grote verrassing. Een heel middeleeuws kerkhof gaf haar geheime prijs. De meest bijzondere vondst was wel deze urn, met nog de resten van de overledene. Kortom, de start van het 50-jarig jubileum met deze tentoonstelling is een goede keus van Dorp en Natuur. Een aanrader voor wie geschiedenis en archeologie hoog in het vaandel heeft. En mocht u nu nog twijfelen, deze resten uit de opgegraven urn dragen het geheim van de Bentinklaan.